Deze nieuwsuitzending die gaat over iets wat ik net zag staan op internet. Dat is twee dagen geleden op het internet gezet door Mark Berenson van de website foryourinformation.nl. En Mark die schrijft hier onder het kopje Brussel verbiedt zwarte piet. En hij meldt dat de Europese Unie, namens het Euro, Europees Parlement, namens de Europese Unie, 28 verzoeken heeft gedaan aan de lidstaten om discriminatie van Afrikanen te verbieden. En de discriminatie van Afrikanen, dat wordt weggezet als afrofobie. Yep. Dit hadden ze moeten zeggen in de jaren zeventig, toen ze bezig waren om ons enthousiast te maken voor de Europese Unie. Dat dan de Europese Unie het recht zou krijgen om een kinderfeest, wat we hier hebben sinds de jaren dertig, om zich daar even mee te gaan bemoeien. Dat hadden ze toen moeten zeggen. Wat hadden wij toen gezegd? Ja, nee, het moet kunnen. Dat ja, vind ik wel. gek. Uh... Uh, je kan wel als Nederland denken van nou, we hebben zo onze kinderfeestjes. En, uh, en uh, dat doen we dan zelf maar. Maar ik vind het wel fijn dat er dan mensen van buiten. En uh, ja, ik weet bijvoorbeeld ook mensen uit Bolivia. Die werken ook voor het Europese parlement. En uh, ja, iedereen die maar verstandig is, die werkt voor het Europese toestanden en zo. Uh, ja, dat is ook Bolivianen en zo. En dat laatste is zo, hè? Want ik weet dat er een Boliviaan werkt voor de EU. Want ik ken ze, hij uh, heeft een vrouw zwanger gemaakt. en die vrouw in de steek gelaten. En die vrouw die ken ik. Dus daarom weet ik dat een Boliviaan in de EU zit. en ja, Als ambtenaar dus. Ja. ja, ik vind het wel fijn hoor. dat ook uh, iemand als een Boliviaan. die Perry kent, dat die even gaat meedenken over uh, kinderfeestjes hier in Nederland. Want ja, het kan dus zomaar zijn hoor, dat wij als Nederlander een kinderfeestje hebben. waarvan je toch als Nederlander ook. Hè, ook als Nederlander hoor. dat je denkt: van, ja, dat kan eigenlijk niet hè, dus zo'n kinderfeestje. Ja, het is te gaan naar ratten besnuffeld. In Suriname vielden ze ook uh, Sinterklaas. Daar hadden ze ook Sinterklaas en Zwarte Piet. Daar heb je die Surinamo's, die Suri's, nooit over horen zeiken. In de jaren zeventig, toen Suriname onafhankelijk werd. toen zou er niet meer vrij reis- en vestigingsverkeer zijn tussen Suriname en Nederland. Dat betekende dat als je in de achterhoek woonde. en je wilde je gaan vestigen in Suriname. ja, dat werd een kwestie van emigreren en immigreren. En dan krijg je dan rijden over je heen. En, uh, dus dat werd er werd gezegd tegen iedereen in Nederland: van ja, als je in een Suriname wil gaan wonen. Dan moet je nu snel zijn, want Suriname wordt straks onafhankelijk. En dan moet je door al die ambtenarenmolens heen voordat je er bent. En wil je nog even verhuizen, even snel. Nu is Suriname nog zo goed als een provincie van Nederland. Nou, en de mensen in Groningen die zeiden we: Oh ja, joh, nou ja. Ik wil niet eens in Friesland gaan wonen, dus uh, laat staan in Suriname. En de mensen in Overijssel zeiden we: Ja. Ah, ik vind Gelderland alsof we rijden. En de mensen in Zuid-Holland zeggen we. Ik ben gehecht in Rotterdam. En uh, de mensen in Amsterdam zeggen we. Ja, je ben helemaal gek geworden. Ik ga een beetje in Suriname wonen. Nou, kortom, hier in Nederland uh, zei niemand van. Uh, oh, oh, snel naar snel Suriname, want straks wordt het heel moeilijk. Nee, maar die Suri's wel hier naartoe. Hè? Die stonden allemaal in de rij. Dus we hebben een ontzettende bak Suri's hier gekregen. Die, die zagen allemaal de bui hangen. Maar we kunnen wel in Suriname blijven zitten, maar daar krijgen we dan een echte zwarte piet. En in Nederland is Sinterklaas tenminste de baas. En zwarte piet is maar het knechtje. En die kregen daar een echte zwarte piet. En dat was de Daisy Boutersen. En dat wisten ze. En ze dachten, ja, wegwezen hier. Wegwezen. En die Surinaamse mensen... die deden helemaal niet moeilijk over het feit dat wij Sinterklaas vierden met zwarte piet... En normaal niet. Hey, de, dat is van de laatste tijd. Toch? Nou dan. En nu gaat Brussel er mee komen. Ik vind het te gek voor woorden. En we maken het nou uit. Iemand smeert zijn gezicht zwart en is dan de knecht van Sinterklaas. En Sinterklaas is een man en die heeft dan geen melanine op zijn huid en die heeft een muts op zijn hoofd en een staf en hij zit op een schimmel en die geeft cadeautjes aan de kinderen. Maar zwarte Piet deelt ze uit. Wat is nou het probleem? Het is een volksfeest. Door hier in Arnhem heb ik het heel bewust meegemaakt... dat ons kind, dat moest natuurlijk ook naar de Sinterklaasoptocht... en de mensen die erin rondliepen als Zwarte Piet... dat waren overwegend meisjes... En er zaten ook meisjes tussen met Marokkaanse achtergronden, mag ik aannemen. En die hebben al een beetje een tintje, maar ja, die zijn niet Zwarte Piet. Dus die Marokkaanse meisjes werden ook gesminkt. Sterker nog, ik denk dat de, als er Surinaamse meisjes bij waren die ook Zwarte Piet wilden worden, dat die ook gesminkt werden. Want de Zwarte Piet heeft behalve een zwarte huid ook hele rode lippen. Daar is helemaal niemand moeilijk over. En de Zwarte Pieter liep in de ronde met een grote zak met pepernoten. En mijn dochter was een ongelofelijke fan van de Zwarte Pieter. Die Sinterklaas die kon er batsen. Die eigenwijze vent die zat een beetje op zijn paard, een beetje te wuiven. En mijn kind denkt, ja, ik ben hier voor de pepernoten. Niet om te kijken naar zo'n zo oude vent met een muts. Doe mij maar pepernoten en straks die cadeautjes. Beurre, Het is een kinderfeest. En mensen die er moeilijk over doen, ja, uh, ga weg. Ga wonen in een ander land. In Frankrijk vieren ze geen Sinterklaas. Nou, dan ga je daar toch lekker zitten. Wat doen die mensen hier? Ook nog een keer. Dat is aan onze tradities en zo doen wij dat. En ja, natuurlijk op een dag is het afgelopen. Want het meest belachelijk aan het CLE Sinterklaasfeest is punt 1 dat het verzonnen is door de staat in de economische crisistijd. Het was een sigaar uit eigen doos. De Nederland was in die tijd. Uh, mensen hadden helemaal niks te maken. En dan verzint de overheid even om de, de economie te stimuleren en de middenstand een leuke tijd te bezorgen. dat er op 5 december een kinderfeest komt. Ja, waar moesten die mensen het geld vandaan halen? Dat maar om te beginnen. En daarbij, waarom is die man zo verkleed alsof hij wel lijkt alsof hij de paus is? Want ook dat is dan weer een. Uh, als ik mijn kritiek op Sinterklaas uh, wil hebben. Uh, kijk, die, die Sinterklaas die ziet eruit als de paus. Die gaat ervoor door dat hij de cadeautjes geeft. Nou, dat is punt A helemaal niet waar. Want feitelijk komen al die cadeautjes van de ouders. Nou, die kinderen die krijgen die cadeautjes. En die koppelen dan het krijgen van cadeautjes aan iemand die eruit ziet net als de paus. Of een kardinaal. Dus die kinderen worden geïndoctrineerd, die worden geconditioneerd met het beeld van een medewerker van de rooms-katholieke universele kerk en dat je dan cadeautjes krijgt. Terwijl we inmiddels erachter zijn dat het grootste cadeau, wat, nou, het enige cadeau wat kinderen hier in Nederland hebben gekregen van mensen die werkten voor de katholieke kerk, dat was een hele jonge opleiding in uh, seksuele voorlichting. Dat hebben ze cadeau gekregen. Kom eens kijken wat voor staf er in mijn broek zit. Kijk, dat zou een reden zijn om helemaal rabia te kappen met een Sinterklaasfeest. Omdat het hele verkeerde beelden schept bij kinderen. En die cadeautjes komen niet van het Vaticaan, die cadeautjes komen van papa en mama. Die echte cadeautjes dan. Dus dat je een trein krijgt of een racebaan. Ik, bedoel, ik heb heel veel cadeautjes gehad van Sinterklaas, waar ik erg, erg blij mee was. Ik had geen uh, cadeautjes gebrek. Ik bedoel, het is helemaal niet nodig dat er op 5 december uh, allemaal cadeautjes gegeven worden aan kinderen. Want een kind is ook jarig. En uh, ja, ik kreeg twee keer per jaar cadeautjes. Nou, en anders had ik maar één keer per jaar cadeautjes gekregen. En dan had ik ongetwijfeld uh, één keer per jaar had ik extra veel cadeautjes. Had ik meer cadeautjes gekregen dan met Sinterklaas. Omdat ja, mijn ouders zitten goed met het geld ook niet op de rug. Dus er werd overleg gehad, ge, gedaan en er werd er gesproken: van nou hij moet eigenlijk dit krijgen, hij moet eigenlijk dat krijgen, want dat wilde hij wel heel graag. Nou, en dit geven we dan op zijn verjaardag en dat krijg je van Sinterklaas. Dus, ja, zoveel nut heeft de Sinterklaas-wezen ook weer niet. Maar het is nog steeds leuk om, ja, nou, als gebruik. En die kinderen vinden het hartstikke leuk, want die krijgen cadeautjes. En ongetwijfeld dat kinderen per saldo toch meer cadeautjes krijgen dan alleen maar als ze jarig zijn. En ze zullen niet, omdat het Sinterklaasfeest is... twee keer zoveel cadeautjes krijgen, maar misschien wel 10, 20 procent meer. En dat is toch leuk? Dat is toch leuk voor de kinderen? En dan helemaal, dan nu ook in Nederland het een gebeuren is dat je met kerst ook nog cadeautjes gaat krijgen. Nou, dan heb je als kind drie dagen per jaar dat je in de running bent voor cadeautjes. Dat is toch leuk? Dan gaan ze er een eentje van afschaffen. En dat komt op Brussel. Die ambtenaren in Brussel, die kosten volgens Brussel 345.000 euro per jaar. En dat hebben ze nodig om dat ambtenarenapparaat aan de gang te houden. En het enige wat die ambtenaren doen, dat is regels afkondigen. 28 verzoeken aan de lidstaten om discriminatie van Afrikanen te verbieden. Wat nou? Er is een directeur geweest van Volvo of Saab. Zo'n Zweedse autobouwdinges. Uh, uh, die maatschappij. Dus was of Volvo of Saab, ik weet het niet meer. Of dat was een andere. Weet ik, maar een grote, ons bekende. Ik kende het merk in elk geval. Die hadden honderd mensen aangenomen uit Somalië. Van uh, laten we nou allemaal Somaliërs nemen in één bads. En dan kunnen we daar iemand opzetten, en die leren we dan Somalis. En die gaat die mensen begeleiden dat ze fijn kunnen gaan werken voor uh, zeg Volvo. Huh? Nou, ze hebben uh, vrijwel iedereen uh, moeten ontslaan omdat die mensen een werkethos hadden van 0,1 broekzak. In de zin van oncollegiaal gedrag. En te laat komen en te vroeg weggaan. En de pauzes lopen rekken. Ja, daar moet je bijvoorbeeld niet mee komen. Want als we allemaal te laat gaan komen en we gaan vroeg weg en we blijven extra lang koffie drinken. Ja, dan moeten wel auto's van de, de band afrollen. En die auto's die zetten zichzelf niet in elkaar. Dus al die Somaliërs, dan dus moet doei. Ja, is dat uh, afrofobie van Volvo? Nee, dat is gewoon die welliedelui, die werken niet. En kijk maar eens naar de percentages van uh, mensen uit Afrika, hier in Nederland, wat überhaupt een baan heeft. In Zweden is dat uh, niet best. Door die honderd, die uit Somalië die ze uitgenodigd hebben, die zijn alle honderd weer naar huis gestuurd. Niet gelijk naar de eerste dag, nee, nadat ze vanuit de directie er echt van alles aan gedaan hebben om die mensen te motiveren. En te begeleiden. En er was geen land mee te bezeilen. En wie is erop aangesproken van dit mislukte experiment? Want nou, daar is het een halve rel geworden natuurlijk. Hè? Wie denk je dat de zwarte Piet, om maar even bij het onderwerp te blijven, wie kreeg de zwarte Piet toegespeeld? Die Somaliërs? Die begeleid werden? Die een inkomen gekregen hadden van de overheid? En die gastvrij ontvangen werden? En die een woonruimte hadden gekregen? En die als tegenprestatie te laat op hun werk kwamen en de kantjes eraf liepen en oncollegiaal gedrag vertoonden? Nou, die Somaliërs niet. Want die waren zielig. Nee, die directeur die dit openbaar maakte, die kreeg de zwarte piet. Dat is Brussel. En als jij dan nou denkt van ja Peri, ik ben in Brussel, ik ben erg vervelend en wat moeten we eraan doen? Nou, je kan pas wat doen aan Brussel als je begrijpt van wie die organisatie is. En jij zal zeggen, ja Brussel, dat is ons, dat is van ons. Dat is het Europese parlement en wij vormen de basis van het Europese parlement. Nou, dat heb je fout beantwoord. Brussel is ons opgelegd. Wij hebben destijds, zijn wij overeengekomen, dat er een overleg kwam tussen de verschillende landen van Europa. En dat was een overleg om de handel tussen Nederland en Duitsland en dat soort dingen te vereenvoudigen. Ik neem aan dat het ging over zoiets als invoerrechten. Dus dat invoerrechten niet meer speelden tussen handel van Nederland naar Duitsland. Nou, iedereen sprak dat wel aan. En er is toen ook gezegd: Nou, dat is allemaal best, maar we willen niet dat er een Europese president komt. Het is puur iets voor de handel. En invoerrechten, dat bleef dan. Maar invoerrechten werden dan geheven over producten die uit Amerika komen, Zuid-Amerika, die dus uit niet-Europese gebieden komen. Daar werden invoerrechten over geheven. Dat laatste vind ik ook niet nodig, maar dat vinden wij kennelijk nodig. En dat komt omdat wij, ja, kijk, als je een baksteen, die, die kan je niet echt een IQ-test laten doen omdat een baksteen dat niet in kan vullen. Omdat een baksteen niet een handje heeft en met een pennetje kan vasthouden. Dus ja, je kan een IQ-test voor een baksteen houden, maar er gebeurt niet zoveel. En als je ons een IQ-test voorhoudt, dan gaan we heel druk gaan we kruisjes zetten. Maar weten wij wel meer dan een baksteen? Dus wij gaan ermee akkoord. Wij vinden invoerrechten, ja, dat moet. Ja, je moet invoerrechten hebben, hoor. Ja, dat kan niet anders, en waarom dan? Waarom? Waarom als je koffiebonen hier naar Nederland brengt, dan hoef je maar een klein beetje invoerrechten te betalen? Maar als je die koffiebonen in uh, koffiebonenland gaat malen en gaat branden en je gaat dan die gebrande meuk hier in Nederland naar binnen halen, dan moet je heel veel invoerrechten betalen. En waarom? Nou, dat is omdat de koffiebranderijen hier in Nederland, die, die hebben daar baat bij. Want anders gaan die landen zelf hun koffie lopen, dingen ze branden, dingen ze uh, op En dat geeft een partij stankoverlast. Maar dat is daar niet erg. In Bolivia, of waar hebben ze allemaal koffie? Uh, Brazilië of zo. Uh, heel grote gebieden. Nee, we zitten hier in Nederland de koffie te branden. En dat stinkt, jongen. Ja, maar die business is er omdat die gebrande koffie, er zitten hele hoge invoerrechten op. Dus dat is rete duur. Dus men haalt die bonen ongebrand hier naar Nederland en dan worden ze in Arnhem, bijvoorbeeld bij de Pezen, worden ze gebrand. Iedereen, nou, ze zijn weer koffie aan het branden hoor. Ik heb het in Groningen ook vaak gerookt hoor. Ik dacht al die tijd, wat is dat verstank, stank man? Ik kon hem echt niet thuisbrengen, want ik kwam uit het Westen. En ik rook toen voor het eerst hoe een koffiebranderij stinkt. Het is gewoon stank. Anyway, uh, terug naar die EU. Het is zo begonnen. Als een handelsverdrag. dat we de invoerrechten tussen de EU-landen zouden afschaffen. En dat sprak iedereen aan. Mij ook, want ik ben voor het afschaffen van invoerrechten zonder meer. Nou. En er werd gezegd, het is wel zo, het gaat alleen maar daarom en het wordt geen politiek orgaan met bijvoorbeeld een president. En expliciet het woord president is genoemd. Nou, wat kregen wij vervolgens? Een president. Hij was de voorzitter van de Europese Raad. Of het Europee ja, Europese Raad. Ik ga hem even bijpakken. Die man die heet Van Rompuy. Ik dacht dat hij Erik heet. Van Rompuy, nou, Farage had ik ook, bij natuurlijk. Ja. Herman van Rompuy. Ik denk altijd Erik, maar hij heet Herman. Hij was de eerste president. Helemaal van Van Puy. Hij was een graaf. was een count. Dat was een graaf toch? Die is vijf jaar. Uh... Oh, hij werd voorafgegaan door Frederik Rijnveld. Dat is dus niet echt de eerste. Dat is de uh, eerste minister, dus de president. Van de EU. Die krijgen we toch. En van welke organisatie is meneer Van Rompuy? Oh ja, precies. Nee, staat hier wel. Wacht even, ik lees het verkeerd. Hij is de eerste fulltime president. ...van de Europese Raad. Ja. En hij heeft... ...hij is um, getraind door de katholieken. Jezuïten. Staat hier niet zo direct... ...allemaal bij in wiki, maar... Hij heeft lesgegeven op de Leuvense Universiteit. En de Leuvense Universiteit is een Jezuïte Universiteit. Dus Dan kom je niet zomaar naar binnen, jongen. Het is een Jezuïte. En de EU is daarmee. ...van de paus. Het gaat over de paus allemaal. Tja. En hoe lang hebben we al last van de paus? Nou... Uh, ...maarten Luther was het niet eens... ...met de paus. En uh, hij heeft dat niet met de dood... ...bekocht. Maar... Uh, ...dat heeft niet veel gescheeld. En de andere mensen waren het niet eens met de paus. Dan heb je het over Wycliffe of zo. Dat moet ik even bijpakken: Wycliffe. Wat doet John Wycliffe. Even kijken hoor, Dat hij was een dissident. En hoe is hij dan overleden? Zijn laatste dagen. Hij is overleden aan een uh, hersenbloeding, een stroke. En zijn boeken zijn verbrand. Dat is 14e eeuw. We hebben nog Tindeel, hoe is die ons eind gekomen? William Tyndale. Die is geëxecuteerd. Hij is gewurgd. En nadat hij gewurgd was, hebben ze hem verbrand op de brandstapel. Hoppakee. Het was begin van de 16e eeuw. Kijk, deze club, die Romeins-Katholieke Universele Kerkclub. Dat is de grootste ramp die de wereld is ooit overkomen. En dat blijft voorlopig nog even. En de EU, nee, die gaat niet weg. Dit. Dan kan je denken dat Geert Wilders dat voor elkaar gaat krijgen... maar dat kan je lekker vergeten. En als je wil weten waarom dat niet gaat... dan moet jij je gaan voorstellen dat het zo simpel is... dat wij als Nederland zeggen wij... dat hangende het overleg... schorten we alle betalingen aan de Europese Unie op. We betalen ze in eerste instantie geen geld meer... Zo simpel is het. Dat is het enige wat Geert Wilders hoeft te doen. En als je het Nederlandse volk een referendum afneemt. en je vraagt aan het Nederlandse volk. van. Uh, vind je het goed dat wij voorlopig stoppen met te betalen aan de EU? Dan zegt toch echt 90% ja. En daarbij kan je als argument aanvoeren. bijvoorbeeld dit Zwarte Pietenverbod. Maar. De Europese wetgeving aangaande de belasting op de toegevoegde waarde, de BTW, die hebben ze voor de EU aangepast in 1996, halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw. En die aanpassing in die wetgeving, die heeft het mogelijk gemaakt dat er gefraudeerd kan worden met de BTW. Iets wat daarvoor helemaal niet kon. Nou, je kon wel frauderen met de BTW, dat kon altijd, maar dat kon alleen binnen de landsgrenzen. Maar door die wetgeving in de jaren negentig van de vorige eeuw kon er plotseling ook gefraudeerd worden over de landgrenzen heen. En die btw-fraude wordt geschat binnen de Europese Unie op 50 miljard euro per jaar. Dat is omgerekend naar per burger van de EU. Dat is 500 miljard gedeeld door 500, 50 miljard gedeeld door 500 miljoen. Als 100 euro per burger wordt er, verdwijnt er in de zakken van criminelen vanwege die wetgeving van de EU. Alleen die btw-wetgeving. Als je die btw-wetgeving nu afschaft en zegt we gaan weer terug naar de situatie van voor die wet en dat betekent dat de bedrijven in Nederland als het levert aan een bedrijf in Italië, dan hoeft er geen btw op die nota. Vroeger was dat zo. En nu is het zo dat het bedrijf in Nederland moet die BTW op die nota zetten. Dan moet die BTW die dat Nederlandse bedrijf dan zou gaan ontvangen van die Italiano... ...die moet de Nederlandse onderneming afdragen aan de Nederlandse overheid. De Italiaanse onderneming die moet die BTW betalen aan het Nederlandse bedrijf... ...maar mag die BTW terugvorderen van de Italiaanse overheid... Nee, dat de, nee, de de, nee, de was het ja. De, dat Italiaanse bedrijf moet dan die BTW terugvorderen van de Nederlandse overheid. Zo staat het in elkaar. Zo zit het in elkaar. Of dat gaat via... Fiat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. En het hele BTW-gebeuren tussen bedrijven slaat helemaal nergens op. Want een bedrijf zet weliswaar BTW op de nota. Dat moet de klant, het klantbedrijf ook betalen. Maar vervolgens kan die, dat klantbedrijf, die afnemer, dat BTW-bedrag weer terugvragen van de overheid. Ja, zet dan ook helemaal geen BTW op die nota. Dan hoeft het niet betaald te worden om vervolgens te worden teruggevraagd. Kijk, ik kan dat begrijpen. Maar de gemiddelde mens, die heeft dus dat baksteenprobleem qua IQ. En de gemiddelde mens denkt dat het zinvol is om bedrijven bedragen op nota's te laten zetten. die in eerste instantie betaald moeten worden en vervolgens weer teruggegeven worden door de overheid. Mensen denken dat het zin heeft. Ik betaal 100 aan Piet, Piet geeft die 100 dan aan Marie en Marie geeft het weer terug aan mij. Zullen we dat doen? Dat is een heel leuk spelletje. Ja, dat is een heel leuk spelletje. En dan blijkt vervolgens dat van die 100 euro die in de ronde gepompt wordt, dat niet alles terugkomt bij de persoon die de eerste betaling heeft gedaan. En natuurlijk niet. Als jij 100 euro ergens instopt en de 100 euro gaat naar Piet en Piet geeft dat weer terug aan Marie en dan komt het bij jou terug. Ja, hoe lang denk je dat het goed gaat? En je hebt het bij de BTW over enorme bedragen per jaar die in de ronde worden gepompt. En dat moet allemaal cent voor cent weer terugkomen bij degene die dat rechtmatig terug moet krijgen. Nee, natuurlijk gebeurt dat niet. Dat verdenk je nou wel niet. Nou, en dan 100 euro per persoon wordt er van de Nederlander. Ook dus, maar ook niet alleen van de Nederlander, maar ook van de, van de Belgen, van de, de Roemeniër en de Roemeen. Want wie zit er allemaal in de EU? Polen, zeg maar. Duitsland. Iedereen wordt voor 100 euro per jaar getild met de btw-fraude. Nou, ja, en wij moeten tegen Brussel zeggen, je schaft die wet af, per onmiddellijk klaar. En doe je dat niet... Nou, dan betalen wij voorlopig niks meer aan de EU. Klaar. Ja, dat zou onze regering moeten doen. Want onze regering is verantwoordelijk. Dat is onze volksvertegenwoordiging. En zij moeten voor ons opkomen. En zij moeten er wat aan doen dat iedereen in Nederland, dus ik en mijn dochter en mijn ex en mijn moeder en de man, ja, iedereen, ieder kind, elke asielzoeker hier in Nederland, iedereen, wordt voor 100 euro per jaar getild. Een vriend van mij die zit al jarenlang op een uitkering, euh, lekker veel bier te drinken en wiet te roken. Hij heeft helemaal geen zin in afwassen, is één zijn zijn grote puinhoop, maakt niet uit wie het is, maar ook hij wordt per jaar 100 euro geteeld. En dan houdt hij genoeg over voor zijn wiet en zijn bier en, en dat zal helemaal kunnen badsen, want hij hoeft helemaal niet te werken, dus hij vindt alles best. Maar wat vind jij daarvan? Dat ook hij bestolen wordt voor 100 euro. Nou, wat hij bestolen, Ik weet niet, want die uitkering krijgt hij van die overheid. Maar kijk, jij zal, als je hier een Nederlander aan het werk bent, en hoeveel mensen zijn er hier in Nederland nu eigenlijk feitelijk officieel aan het werk? Dat is niet zoveel hoor. Kijk, een belastingadviseur die werkt niet. Dat mag duidelijk zijn. Die geeft alleen maar advies over belasting te betalen. Nou, dat is een overbodig beroep. Een ambtenaar die werkt niet. Die zit alleen maar een beetje formulier in rond het duwen. En uh, ook nog die 28 voorstellen van de Europese Unie aangaande afrofobiek te bestuderen. Nou, die werkt dus ook niet. Nou, hoeveel mensen denk je dat er dan in Nederland werken? Ouden vandaag die werken niet. Kinderen tot en met 16 jaar, die werken niet. Wat hou je dan over aan werkende bevolking hier in Nederland? Niet veel. Nou, en als je dan die, die 50 miljard omslaat over het aantal Nederlanders dat werkt, of het aantal Europeanen dat werkt, dan heb je het over honderden euro's per jaar die de Nederlandse arbeider beroofd wordt. Nou, ja, dan mag je er wat aan doen. Sterker nog, daar hoort onze regering wat aan te doen. En zeker met het hele gezeur met die Zwarte Pieter toestand, dat wij zeggen tegen Brussel van nou, we hebben al genoeg gezeik over de hele Zwarte pietenfeest hier in Tern, zonder dat jullie je ermee gaan bemoeien. En wij zouden niet weten wat voor een probleem Afrikaanse mensen hier hebben, anders dan dat die Somaliërs, daar weer Volvo, die hebben de boel grondig verpest. Maar ga het maar. Ga maar eens in tegen de katholieke kerk. Tindale is op de brandstapel beland. Nou ja, hij was een lijk dan, maar hij is gewurgd, Dat is ook niet leuk. In Vilvoorde, by the way. In België. In het Heilige Romeinse Rijk. Snap je? Dat dit helemaal niet leuk is. En dat het ook niet leuk is dat mensen zoals Geert Wilders daar maar een beetje over lopen doen. En dat iemand als Thierry Baudet, die heeft dan iemand aangeleverd en die gaat in het Europese parlement zitten namens de FVD. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat er iemand van de FVD gaat vergaderen in Brussel. Ik wil dat de betalingen aan Brussel stoppen. En dat we eerst eens voor onszelf duidelijk op papier gaan krijgen wat Brussel ons nou eigenlijk oplevert. Anders dan idioterie. En een wetgeving die fraude mogelijk maakt. En geloof me dat die btw-fraudeurs, dat die geld afdragen aan de mensen achter de EU. Dit is een ernstige beschuldiging die ik nou doe, maar ik zeg dus dat die wetgeving van de btw binnen de EU, daar zitten criminele organisaties achter en die dragen de opbrengst af aan de medewerkers van de EU of aan de EU en dus aan de paus. Zo zit het in elkaar. Dat kan niet anders, anders ga je niet zo'n belachelijke wetgeving verzinnen. Want die EU BTW-wetgeving van halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw, die heeft er bij een grote klant van mij voor gezorgd dat zijn handel met Duitsland die hartstikke lekker ging, dat die handel gestopt is. Want die Duitse onderneming zei van wat? Voortaan komt de BTW op jullie noten? Steuer? Meer Bist Wist u verrukken worden? En hoe zal dat ze, uh, terugvorderen? ...bij mijn Hollandische uh, geschaft. Nee, hey, dat, dat is in eerste instantie... Heeft, ...hebben die Duitse afnemers dat nog uh, nou gedacht... ...nou, dat moet dan maar, dat zal dan maar gaan, hè? Ja, en toen kwam er dus een kwartaal... ...er ging er iets mis met het terugklemmen. ...en toen kregen ze de poen niet terug. Ja, en er ging dus het hele... ...het ging om producten waar een hele kleine marge op zat... Ja, als je dan 6 procent, dat was een laag tarief, als je dan dat, dat 6 procent kwijtraakt. omdat je de btw niet terugkrijgt. ja, dan is je hele marge weg. Dan heeft de hele, het hele kopen van Nederlandse producten. dat heeft alleen maar geld gekost omdat je de btw niet terugkrijgt. Ja, dan hadden die Duitsers maar de goede formulieren in moeten, nemen, in moeten leveren hoor. Dus die Duitsers zijn eigen schuld. Die waren gewoon slordig. Hij gaat er weg, sukkel. Dat is, bedoel ik, dat die Duitsers die moeten dus eerst btw betalen, wat ze voorheen helemaal niet hoefden. En die btw krijgen ze vervolgens weer terug. Ja, maar er één ambtenaar fout of zo. Of één ambtenaar die zacht reiniging zegt: Ja, oh, dit formulier is niet correct ingevuld. Hij eh, geen btw terug. Ja, dan heeft een Duitse onderneming gelijk verlies. Ja, dat is de, de anti-economie. Uh, anti zo is de EU. En wie gaat er nou wat aan doen? Nou, uh, uh, Thierry Baudet niet. Voorlopig niet. Thierry Baudet die denkt dat we alle tijd van de wereld hebben. Maar ik zeg dat je per nu moet stoppen met betalen aan de EU. Nou, well, helemaal niet. Bekijk het maar. Ik vind dat wij moeten betalen aan de EU voor de verleende dienst. En dat wij gaan bepalen welke diensten we eigenlijk willen dat de EU voor ons regelt. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat wij zeggen dat alle producten die in Rotterdam binnenkomen... Eh, daar, en die toch doorgaan naar België, of nou dat zal niet zijn, maar die doorgaan naar Duitsland... daar hebben we helemaal geen invoerrechten op. Dat doen die Duitsers maar, als die dat zo graag willen. En wij alleen maar invoerrechten vragen voor de producten die hier in Nederland worden afgezet. Dat weten we toch perfect, wat er in Rotterdam binnenkomt, waar gaat het naartoe? Nou dan. Nou. Hetzelfde geldt voor Schiphol. Alles wat op Schiphol binnenkomt en naar het buitenland gaat, nou, dat, uh, daar hebben wij geen invoerrechten op. Zo was het vroeger ook hoor. En als die Duitsers dan wel invoerrechten willen heffen op Nederlandse producten... nou, ...dan moeten we dan maar... Uh... Ja, daar gaan we dan maar over praten. We maken ons het uit. Maar wij laten ons niet meer beroven voor die 100 euro per jaar per inwoner. Of die, uh, het zal het zijn, 500 euro per jaar per arbeider. Door per arbeider betalen we hier in Nederland. Ik heb zo'n staartje gemaakt. Ik heb het uitgezocht. Maar per arbeider betalen we hier in Nederland iets van 400 euro aan de EU. Nou, met die fraude erbij, dat is bij elkaar 1000 euro per jaar per arbeider. wat we betalen aan het grote feest. en dat heet de Europese Unie. Ja, dat is bijna een maand inkomen. Dat is het misdadig. Maar kennelijk vinden we het wel best. Nee, ik niet. Uh, nee, ik, vind, nee ik, ik zou niet weten wat er goed aan is. Geen flauw idee. En het erge is dat. Die en nemen die btw-wetgeving, eh, waarom wordt dat niet afgeschaft? Waarom is er überhaupt btw als belasting? We hebben toch de vennootschapsbelasting? Dus een bedrijf, en dat maakt winst... en dan betaalt, dan betaalt dat bedrijf over die winst belasting. Nou, dat lijkt me ook heel terecht... Want het bedrijf kan die winst maken dankzij het feit dat er een Nederland is. Dus Nederland maakt het mogelijk dat een bedrijf een bedrijf kan zijn. Dus draagt een bedrijf een deel van de winst af aan de Nederlandse overheid, die het mogelijk heeft gemaakt dat er überhaupt winst gemaakt kan worden. Dat lijkt me heel logisch. En alle andere belastingen. Ja, die schaf je af. Los van gebruiksbelastingen. Maar neem bijvoorbeeld uh, energie. Ik betaal. Uh, iets van 17, 18 cent per kilowattuur. Ongeveer. Ja. Daarvan gaat. ...11 cent naar de overheid. Waarom? Ik, ik betaal uh, vattenval. Vroeger heette dat nu man. Ja, vattenval, die wil 6 cent hebben. 6,5 cent. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Ik neem een product af en dat betaal ik dan voor. Maar waarom moet ik dan twee keer dat bedrag aan de overheid betalen? Omdat ik een paar kilowattuur afneem van vattenval... Waarom? Ik betaal vattenval toch al. Ja, ik snap het namelijk niet. En dan kan je zeggen, ja, Peri, dat, dat doet de overheid uit de beste bedoelingen. Want anders ga jij veel te veel energie verbruiken. Ja, het uh, mooie is dat iedereen die minder dan 10.000 kWh per jaar verbruikt. Die betaalt die ongeveer 20 cent. Nou, en dan moet je dus 11, is dan, of 11 cent is dan per kilowattuur. Dat gaat direct aan de overheid. Maar neem je meer dan 10.000 kilowattuur per jaar af, wat ik niet doe. Dan hoef je nog maar 8 cent per kilowattuur af te dragen. Ja, dat betekent dus dat grootverbruikers. Die betalen minder per kilowattuur. Nou, dan kan je mij niet wijs gaan maken dat die heffing dan stimulerend is. om zo min mogelijk energie te gaan verbruiken. Want als je onder de zoveel, 10.000 in dit geval dan, als je onder die grens komt. dan ga je plotseling meer betalen per kilowattuur. Happy. Dat is één grote verouder. En daarom zeg ik: nou, het is wegenbelasting, ik vind het best. Nou, zoals wegenbelasting nu is, dat je betaalt uh, voor het gewicht van je auto. En ik zou zeggen uh, dat als je auto naar de APK moet, door de Huppeltje Pub, naar de garage, dat je garagebedrijf dan ook eventjes, uh, dat doen ze toch al, dat ze opschrijven wat je kilometerstand is. En dat wordt even doorgebriefd aan de overheid. En dan nemen we dat ook nog even mee. Je hebt van die mensen en. Ja, oude vrouwtjes en die rijden een auto. En, en nou, wat, wat rijden die mensen nou? ze 10, 20 kilometer in de week rijden is het veel. Dus die rijden dan, zeg maar, 30 kilometer... Laten we uitgaan van 100 kilometer in de week. Wat veel is voor sommige mensen. Nou, en dat, dat dan per jaar is dat 5000 kilometer. Ja, moet je dat belasten? Waarom? Ik zou zeggen, wegenbelasting voor mensen die echt weinig rijden, dat is gewoon bijna niks. Ik zou het allemaal houden, nee, gewoon een nul. Onder de 500 kilometer per jaar, of 5000, onder de 1000 kilometer per jaar gewoon geen wegenbelasting. Waarom? Dus de, de sop is de kool niet waard en daarboven, ja, dan daar gaan we betalen en dan ook iets met een aantal kilometers en een aantal uh, kilo's dat je over de weg transporteert, transporteert en nou, daar ga je maar voor betalen. de mensen die, uh, ik ken mensen die rijden voor hun werk iets van 60.000 kilometer per jaar. en dat is dan meestal al zakelijk. Ja. ja, die bedrijven mogen daarvoor gaan betalen. dat vind ik niet meer dan redelijk. wat is dat nou? En transportbedrijven, ja, die betalen maar wegenbelasting. Dat vind ik niet meer dan redelijk. En iemand zo, ja, wij hebben dan een deelauto met z'n drieën. Nou, wij kunnen ook wel wat wegenbelasting betalen, vind ik hoor. We rijden niet zoveel, maar. Hè? Dat mag wel een bedragje. Dat vind ik allemaal best. Maar dat is belasting naar verbruik, en dat is. Ja, voor het product wat je afneemt. Maar ga je kijken naar mijn stroom? Ja, ik betaal al Vattenval. En dan betaal ik mijn vastrecht. En ik betaal die uh, zes dingen cent, bijna zeven cent per kilowattuur. Dus ik, met Vattenval ben ik al klaar. En waarom moet daar dan nog een keer een factor uh, twee bovenop? Nou nee, ja, factor 2 hier bovenop. Het, is het bedrag wat ik een Vattenval betaal. Uh, keer 2, dat komt er bovenop. Maar dat vind ik niet leuk. Dus dan betaal ik drie keer zoveel voor mijn energie. Dat slaat nergens op. En dan kan je zeggen, ja maar Piri, jij wil je zo zuinig, en dat is ook zo. Ik heb maar aan energieverbruik, los van mijn vastrecht. Nou, dat is maar 20, 25 euro in de maand. Dat is ook niet veel. Maar dan nog, van die, die 20 euro, daarvan gaat twee derde. En dat is dus meer dan een tientje, iets van 13 euro, 12 euro. Dat betaal ik iedere maand aan, aan belasting omdat ik hier een paar laptopjes heb draaien en af en toe heb ik mijn lamp aan. Moet ik daarvoor 12 euro in de maand aan Den Haag betalen? Dat is diefstal. Ja, ik hoop dat ik wat duidelijk maak, ook aan jullie. Je moet eens dus kijken dat als jij je. Als, als, ik heb een slimme meter hier. Een smart meter. Als ik jou was, zou ik die ook aanvragen. Dus dan moet je denken wachten of zo. Maar het is fijn als je hem hebt. Dus, en als je hem hebt, je moet gelijk zo'n website abonnementje nemen. Kost je helemaal niks. Voorlopig kost je dat niks. En dan kan je het zelf bijhouden. Van dag tot dag. Dus dan kan je het precies zien. Ik kan precies zien wanneer ik een wasmachine draai. Nou, ik kan dus zien dat als ik een wasmachine draai, dat me dat, wat zou me dat ongeveer kosten, dat kost me zeg maar een euro aan stroom. Ja. Dat is dus als ik een wasmachine draai, laten we uitgaan van die euro, ik weet niet precies wat een euro is, maar zeg maar dat het een euro is, hè, voor het gemak. Dat je de, de wasmachine en de droger, ik denk dat ik dan wel een euro betaal. Dus dat kost me een euro, ja. Dat is 67 cent belasting. Op het draaien van je was. Dat is diefstal. Daar moet Geert Wilders het eens over gaan hebben. In plaats van over Marokkanen met een uitkering. Want Marokkanen met een uitkering. Daar kan je voorlopig niks aan doen. Maar aan. Het feit dat iemand die een euro betaalt om zijn wasmachine en zijn droger te laten draaien, dat je van die euro even 67 cent in je eigen uh, zak stopt. Van ja, wij weer even binnen. Oh, lekkere belastingopbrengst vandaag. Hè? Ja, nogal wat mensen hebben de was gedaan. Daar krijgen we lekker poen van met de naag. Mensen moeten toch wassen? Dus ik betaal alleen maar over mijn wasjes. Ik zou het naar uit kunnen rekenen. Maar zeg maar 67 cent in de week. betaal ik aan Den Haag. voor het doen van de was. Dat is dan. als ik het heb over een euro in de week. die ik zou betalen. voor het rekenen, betaal ik zo'n 50 euro per jaar. Nou, dan trek je wat vanaf. ja, 30 euro per jaar. moet ik aan Den Haag betalen. omdat ik hier wasmachines laat draaien. Maar wat moet ik dan doen? In vuile kleren gaan lopen? Ze zien me aankomen op mijn werk. Hou oh zeg, je stinkt wel een beetje naar boter. Ja, ik moet belasting betalen als ik de wasmachine in zit. Ik ben een beetje zuinig aan het doen, hoor. Dus ik, uh, ja, één keer per jaar doe ik nog wassen. Maar uh, ja, ik begrijp het wel, hoor. Het wordt belast van de overheid, want ze willen niet dat je gaat wassen. Ja, dat kun kan je behoorlijk uh, druk over maken. En ik vind het ook vervelend dat ze dan vanuit Brussel gaan zeggen dat de zwarte piet aangepakt gaat worden. En dat het nu echt serieus is en nu is het totaal afgelopen. En ik vraag me af wat we eraan moeten doen. Want Geert Wilders helpt ons niet. En Thierry Baudet helpt ons niet. Heb je dan wel? Moet ik een uh, partij op gaan richten? De partij van de rekenmachine? De P van de R? De PTD, de Partij Tegen Diefstal. Dat is terugkomend. Eh, de Europese Unie is een criminele organisatie. Die, werkt, die is opgericht door de PAUS. De PAUS heeft daar zijn, zijn hoe noemen we dat, neergezet, zoals Herman van Rompuy. En het doel van de EU is om de Nederlandse burger ook, net als de Franse burger, dus de Europese burger, aan de bedelstaf te brengen. De hele economie kapot te maken, onze gezinnen kapot en we gaan allemaal ons ongelooflijk dronk, eh, druk maken over homofobie en afrofobie en CO2-fobie en NO2-fobie. En hij gaat er allemaal fobieën aanpraten. Weet je dat er, er is een plan om voor de Nederlandse kust in Noordzee een aantal windmolens neer te gaan zetten? Ja, dat is één keer investeren en vervolgens krijg je daar continu stroom van. Dat mag niet van de EU. Want dat is slecht voor het milieu. Het is toch onze kust? Snap je, we zijn het hele zeggenschap over ons eigen grondgebied kwijt. En mensen als Arjan Lubach. Die zitten lekker te lachen op zondagochtend. Die man die lacht zich helemaal kapot. Die zit ze iedere keer in zijn onderbroek. Moet hij een schone onderbroek aan. Dus de vrouw zegt, heb je alweer zo'n uh, natte onderbroek? Ja, ze ik moet ze in mijn broek piezen van dat lachen. Oh, zegt de vrouw, waarom dan? Nou, we worden weer beroofd, joh. ik vind het zo leuk, hè. Om mogen te geinen over het feit dat Nederland beroofd wordt. Dat is Arjen Lubach. Arjen Lubach, die heeft het aangekondigd dat de EU gaat verbieden dat er een windmolenpark komt. En dat vond hij grappig. Er zat zo'n ingeblikte lach achter. Het <laughs> is de Nederlander toch dom? Ja. Nee, dat is jouw grote vriend hoor, Arjen Lubach. Als ik jou was, dan zou ik Arjen Lubach opwachten. Met een mannetje of tien. En dan is even goed aan hem vragen. Wat vind je eigenlijk de grappen aan... dat heel Nederland aan de rand van de bedelstaf wordt gebracht? Wat, is wat, is, wat vind je daar leuk aan? Smeerlap. Je hoeft hem verder niet in elkaar te slaan. Dat zeg ik niet. Je hoeft hem helemaal uh, geen fysiek geweld te doen. Je hoeft hem ook niet te ontvoeren. Dat je dat allemaal doet in een kelder, ergens in de achterhoek. Dat je hem daar gaat ondervragen. Dat zeg ik allemaal niet dat je dat moet doen. Ik zeg dat je hem uh, op moet wachten. Met een mannetje of tien. 20, 30? En nee, meneer Arjen Lubach kan eventjes niet naar huis. En dan moet hij eventjes een kwartiertje, half uurtje. Moet hij even wat vragen beantwoorden? En de eerste vraag is: wat is er zo lollig aan het feit dat jij de politiek van de EU. die ertoe leidt dat de Nederlandse economie helemaal aan de rasmodee gaat. dat jij dat zo leuk vindt? Wie ben jij? Tja, en ik wil hem wel ondervragen. Ik zou hem liever ondervragen in een kelder in de achterhoek. Dat we wat meer tijd hebben. Ja, dat mag niet zomaar. Tja, toch? Nog maar zo we nadenken. En jullie ook maar. Dit hoef je niet te pikken. Er is geen enkele reden van ons om dit te pikken. En iedereen in jouw omgeving die uh, neutraal tot gematigd positief tot extreem positief is over de EU... Uh, ...die zou ik eens even laten luisteren naar dit verhaal. Wat je net gehoord hebt. En die persoon te vragen, wat vind je nou van wat Perry zegt... En ik heb nog meer uitzendingen gehouden over de EU. Dat verhaal van die 345.000 euro per ambtenaar per jaar, dat wij betalen, dat verhaal is waar. Wist jij bijvoorbeeld dat uh, de korting die het Brits Koninkrijk, wij het, uh, het, uh, noemen dat Verenigd Koninkrijk? In you know the kingdom, hè? De VK. Dus Engeland, Wales en Schotland ofzo die krijgen korting van de EU. Ja, die korting, die... die noem het maar even, die, die Verenigd Koninkrijk-leden... Engelsen zou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar... want de Walen, de, de Wales, die hoort er ook bij en de schotten ook. Maar die lui krijgen korting. Ja, die korting, die hebben wij... dat zijn we overeengekomen, gekomen, die hebben wij moeten ophoesten. Dus wij moeten meer betalen aan de EU... omdat het Verenigd Koninkrijk die korting heeft bedongen. Dat is punt 1. Dat weet bijna geen hond. Maar wat helemaal geen hond weet, is dat het bedrag wat wij betalen aan de EU ter reparatie van de korting die de EU heeft gegeven aan het Verenigd Koninkrijk, dat bedrag is 100 miljoen euro hoger dan de korting die het Verenigd Koninkrijk krijgt. 100 miljoen. Elk jaar opnieuw. Dat is 100 miljoen over 500 miljoen inwoners van de EU. Dus dat is 20 cent per inwoner van de EU die wij jaarlijks moeten betalen omdat het Verenigd Koninkrijk korting krijgt. Los van het feit dat wij natuurlijk die korting echt moeten vergoeden, maar gewoon puur voor het feit. Dat wij die korting moeten vergoeden, daar bovenop: 20 cent per Nederlander. Baby's, bejaarden, zieken, criminelen, asielzoekers zonder baan, allemaal inclusief. Allemaal: 20 cent per jaar. Omdat het Verenigd Koninkrijk korting krijgt extra te vergoeden. En het argument is waarschijnlijk van de EU van ja, het is zo ingewikkeld hè. Dus uh, dan hebben we het Verenigd Koninkrijk moet een korting krijgen. En dan moeten wij dan die korting terugvragen van al die andere lidstaten. Oh, nou dan moeten we een spreadsheet voor maken. Ja, dat zijn er wel administratiekosten hoor. Nou, wij schatten ze ongeveer in. Nou, 100 miljoen euro per jaar. Dan kunnen wij het wel goed uitrekenen. Dat is diefstal. Weet je hoe je het woord maffia spelt? Dus een grapje natuurlijk, want dat weet je wel hè. Het is niet met één F. Dus uh, nou, veel succes met je eerstvolgende verjaardag. Uh, met allemaal mensen erbij. En dan ga jij eens even lekker beginnen over de EU. En uh, dat het geen pas geeft aan een natie om zich ieder jaar te laten beroven van zuurverdiend geld... en daarvoor terug belachelijke maatregelen door de strot geduwd te krijgen. we zijn toch niet een stelletje mietjes? Oh, periode, dat mag je niet zeggen, hoor. Dat is niet inclusief. Dat is wel inclusief. Het slaat namelijk op sodomiet. We zijn toch niet een stelletje sodomieten? Ofwel, ja, als we wel sodomieters zijn, dan verdienen we niet beter. Dan kunnen we net zo goed op sodomieteren Maar zijn we nou kerels van vlees en bloed? Of zijn we een stelletje mietjes die ze gewoon ieder jaar laten pakken voor 1000 euro per arbeider per jaar? Ja, laten we helemaal niks van zeggen, want anders gaan ze van de EU nog boos worden ook hoor. Nou, en als de EU boos wordt, nou, vooral die mensen uit Bolivia, die ook bij de EU werken, nou, die kunnen heel boos worden en dan worden we bang. Ik, heb, ik ken ook iemand, die heeft ook een uitkering, hè? en die zegt ja, je moet niet uh, anti-de EU zijn hoor, want als uh, de EU boos wordt, dan sturen ze de Britten op ons af. Dan komt het Verenigd Koninkrijk weer met allemaal schepen naar ons toe en dan hebben we weer zo'n oorlog. Angsthazen en mietjes. Waar zijn die kerels van toen? Waar zijn die dijkenbouwers? In plaats van bruggenbouwers. Happy. Oh, nou, ik ben wel even lekker kwijt hoor. <laughs> en tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers: lekker Europees. Tjus en dagliefers.